jullie allen van ganse harte welkom heten hier in het prachtige gemeenschapscentrum dat wel rijk is tegenwoordig. Vroeger zeiden we hier altijd het districtshuis tegen, maar nu zullen we dat ietsje uitbreiden tot het gemeenschapscentrum van Wildijk. We zijn allen zeer verheugd om jullie talrijke opkomst en vooral ook de vele notabelen die vandaag zijn komen opdagen. We vinden, heb ik meer dan 22 verenigingen hier in het Wildijkse hun zetel hier. En gewoon, pour le petit histoire, in dit gebouw zal ik ongeveer 460.000 kilogram staal terugvinden en 329 raamkanvassen. Met vooral een zeer groot raam aan de raadzaal van de districtsraad. Dat vooral wil wijzen hoe open en transparant dat wij als bestuur te werk willen gaan. Kunnen volbrengen. We hebben een aantal belangrijke veranderingen hier doorgevoerd. Als eerste in het districtshuis of het gemeenschapscentrum nu van Wildijk. En in de toekomst zullen er nog een aantal doorgevoerd worden. Kortom, de loketwerking in het district Wildijk is een voorbeeld van hoe wij als college de loketwerking in deze stad in de toekomst zullen zien. Sinds juli heeft men hier het systeem van werken op afspraak ingevoerd. U bent hier allemaal langs daar binnengekomen. Neem ik aan, er zijn hier nog allerlei aanmerkingen zijn. Die zijn vooralsnog onbegeerd. Nee, u bent allemaal langs daar binnengekomen. U hebt allemaal kunnen zien dat er een nieuwe ticket. De Antwerpenaar zal dan na een paar minuten, dat is echt wel zeer efficiënt en revolutionair, vind ik zelf, in heel het kader van de dienstverlening, na een paar minuten de gevraagde documenten in zijn mailbox krijgen. En al wie hier nu denkt van dat is allemaal gewoon wel, maar ik heb geen mailbox, of ik heb geen computer, of ik heb geen internetverbinding, uiteraard houden we daar ook rekening mee. Als u inderdaad allemaal langs die kant bent binnengekomen, hebt u ook gezien, wellicht dat er ook twee pc's staan, waarmee u gebruik kan maken van het e-loket. U kan natuurlijk ook nog altijd terecht in de bibliotheken om e-loket te gebruiken en in de digipunten die overal in de verschillende districten beschikbaar zijn. Ik waande mij toch 2 minuten zeer gelukkig. Vandaag is mijn weekend, ik ken voor alle duidelijkheid al lang niet een stuk. Maar wat was er nu speciaal aan die kinderen van Terdia? Die kwamen van het Vallaar, aan de Johannesschool van het Vallaar. En zij zeiden tegen mij, wij zijn hier vandaag voor ons vlaggetjes in het gemeenschapscentrum. En ze spraken het juist uit, en dat vind ik knap voor kinderen in het derde leerjaar, te kunnen hangen. En wij komen hier graag, want het is hier kei knap. Dus het woord kei is nog altijd in, dat leerde ik dan ook meteen. Nu, ik vond dat heel belangrijk in de zin dat onze hoop en mijn hoop, en zeker die van heel de VZW Lokaal Cultuurbeleid met bibliotheken, academie en districting, is dat dit een plek is waar men van het Nederland, van het Vallaar, van Oosterveld, van Elsdonk, van alle plekken naar van Wildijk naar hier kan komen. En dat dit een plek is, dat een gemeenschap is voor al die Wildijkenaars, ondanks het feit dat wij met heel veel verschillende wijken zitten, zijn we er toch al in geslaagd om in de hoofden van die leerlingen van het derde leerjaar al te maken dat ze het hier knap vinden, dat ze hier naartoe willen komen. En dat is een goede start geweest met die kinderen allemaal, dus ik ben daar al heel, heel tevreden mee. En dat heeft alles te maken met een punt over mobiliteit. Dus die is toch, ik hoop dat jij al je wijsheid in dit boek gaat opdoen, zodat wij
sneller kunnen gaan. Het boek heet De Filmerij, afscheid van het automobilisme. En tevens een parkeerhandboek voor al die parkeerplaatsen die we hier willen creëren. Ik zou zeggen, bedankt voor de goede samenwerking. Ook als je en waarvan we vandaag denk ik allemaal blij zijn. De collega's van nu en de collega's van toen, dat het er eindelijk is. Een ongelooflijk mooi gebouw. Waar het om staat is, het gaat hier over toegankelijkheid en dienstverlening. Het gaat hier over een plek waar mensen zich kunnen en willen ontmoeten. En het is vooral een plek met een spliksplinternieuwe bibliotheek. Een bibliotheek die per uitstek een plek is waar mensen graag samenkomen. En deze bibliotheek, die eigenlijk de som is van twee bibliotheken vroeger, heeft alles om dat waar te maken. Ik wil eigenlijk vooral de architecten een pluim geven, omdat ze met licht en glas en open ruimte een samenspel hebben gecreëerd dat mensen zal aanzetten om hier graag naartoe te komen. Ik wil natuurlijk de vele medewerkers van de bibliotheek die dit mogelijk gemaakt hebben, ook die een hart onder de riem steken door te zeggen, dit huis is meer dan jullie werkplek. Dit huis wil een voorbeeld zijn van hoe we bibliotheken in de 21ste eeuw vandaag de dag willen vormgeven. Met alle belangrijke diensten. Kunnen ontdekken en er onmogelijk nieuwe talenten of passies kunnen ontluiken.